Provinciale politiek is oerzaai. Er gebeurt niks en het gaat nergens over. Het zijn van die hardnekkige opvattingen die je vaak hoort. Toch zijn ze niet helemaal terecht, want de afgelopen 4 jaar is er veel gerealiseerd en saai was het allerminst. We zijn er nu en we gaan nu door! De demonstraties tegen stervende dieren in de Oostvaardersplassen gaven Flevoland grote bekendheid. Onder druk van de publieke opinie besloot een meerderheid van de staten tot een drastische verandering waarbij het aantal grote grazers flink naar beneden gaat. In 2016 viel er ook een besluit over de vele windmolens in de provincie. Opschalen en saneren werd het credo. Dat betekent dat er minder, maar wel grotere turbines komen. Flevolanders, vrienden van Flevokust. Met een druk op deze knop verklaar ik Flevokusthaven voor geopend. In september 2018 opende gedeputeerde Jan-Nico Appelman de overslaghaven Flevokust bij Lelystad. Via de haven worden goederen van en naar zeehavens, zoals die van Rotterdam en Antwerpen, vervoerd. De provincie zette zich de afgelopen 4 jaar ook in voor de automobilist. Bestaande wegen werden onderhouden, maar er werden ook nieuwe aangelegd, zoals de passage bij Dronten. Een extra tweebaansweg om het verkeer beter te laten doorstromen. En er kwam natuur bij in Flevoland. Verdeeld over de provincie kwamen 17 projecten van de grond. In het Markermeer ontstond bovendien nieuw land. De nieuwe eilanden moeten daar plek bieden aan vogels en recreanten. Waar er buitenshuis behoorlijk veel van de grond kwam, verliep het binnenshuis een stuk moeilijker. 4 jaar geleden werd afgesproken dat politieke partijen zouden samenwerken. Open, constructief en vanuit vertrouwen. Maar dat lukte niet. Binnen het college ontstond er ruzie tussen VVD, D66 en CDA enerzijds en de SP anderzijds. Toenmalige gedeputeerde Jaap Lodders. Ja, we hebben geconstateerd dat de verhoudingen binnen het college en binnen de coalitie dusdanig verstoord zijn dat van een verdere constructieve samenwerking geen sprake meer kan zijn. SP-gedeputeerde Meijer moest het veld ruimen. Hij verliet Flevoland met een slecht gevoel. Ik zal niet verhelen dat de grove en vooral ook achterbakse manier waarop VVD, CDA en D66 mij en mijn partij uit de coalitie trappen, een ander woord heb ik er niet voor, dat mij dat als persoon diep geraakt heeft. Niet alleen in het dagelijks bestuur, ook in provinciale staten stonden de onderlinge verhoudingen de afgelopen 4 jaar onder druk. Je hoort eerst de fractievoorzitters Peter Pels van de PvdA en Mirjam Smeets van de VVD. Ja, het ging er af en toe stevig aan toe. Op de inhoud is dat prima, denk ik. En het mag ook best wat meer. In het verleden was het misschien wel wat gezapig. Er stond ook veel op het spel. Maar inderdaad, in de omgangsvormen kan het af en toe wel beter. Het is op sommige momenten en op sommige dossiers enorm doorgeschoten. Ik vind het helemaal niet erg dat er stevig gedebatteerd wordt. Dat hoort bij politiek. Als het op de mens, op de man gespeeld gaat worden, dan daar ben ik niet zo'n grote voorstander van. En dat is ook gebeurd. En dit zeggen Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren en Chris Schotman van het CDA. Nou, 2 weken geleden werd mij in de commissie Duurzaamheid nog heel duidelijk de mond gesnoerd. Niet alleen door de voorzitter van de commissie, maar ook door de verschillende statenleden. Dus die verhouding is absoluut nog niet verbeterd. En zou wat mij betreft, ook om de democratie ten goede te komen, moeten worden verbeterd. Nou, daar hebben we ook in de Staten met elkaar over gesproken. Dat dat op sommige punten echt wel eens wat scheef ging of niet goed ging met elkaar. En daar hebben we allemaal beterschap op beloofd. En daar werken we aan. Na 20 maart gaat een nieuwe club politici zich met de provincie bezighouden. Maar de belangrijkste uitdaging ligt misschien in het provinciehuis zelf. Daar zullen ze moeten samenwerken. Open, constructief en vanuit vertrouwen.